afwas doen. Aad is buiten aan het opruimen. En dan ga ik me lekker pas in aankleden. Want we gaan vanmiddag even naar Dordrecht. Want daar komt Aad al. We gaan vanmiddag even naar Dordrecht. En daar is een pluktuin. En dan kan je je eigen bosbloemen bij elkaar plukken. Dus, en dan gaan we even gelijk een rondje in het oude gedeelte van Dordrecht. Dat kan leuk. Therese gaat mee en Alex en Sonja. Dus hopen dat het vanaf nu droog blijft. Kijken of Son en Alex klaar is. Waar? Daar bijen. Ja. Dan kan je wel honing maken met bijen. Ja, dan kunnen we honing maken, hè? Voor oma en voor Ella. Ja. Die vond die hondjes. Nou, leuk hoor. Nou, we zijn onderweg, maar de pluktuin gaat niet door. Want dat is maar tot 1 uur. En het is nu al over 12, dus dat heeft geen zin om naar Dordrecht te rijden. Dus we gaan nu kijken wat er in de Bril te doen is. Alex kijkt bij de apotheekpotten voor zijn kruiden en olies. Er allemaal kruiden in doen.
naar binnen stappen. Ik ga even lekker een bakje thee zetten. En ik laat jullie even zien wat ik gekocht heb in de bril. Ik heb chips uit de zee. Dat is van zeewier gemaakt. Dit is ook zeewier snacks. En dan krijg je, als je iets kocht, krijg je zo'n bakje gratis zeewier erbij. Ik heb geurkegeltjes gehaald. En hier doe ik hem dan in, de geurkegels. Ik heb een zakje gekocht met allerlei kruiden en was om te branden. En ik heb wat etherische olie. Ik heb wilde bloemen genomen. Ik heb honing genomen. En lelietjes van dalen. Dus dat heb ik gekocht vandaag. En dat als u zegt van zoek eerst mijn koninkrijk en al het andere zal ik je bovenin schenken. En dat is gewoon een belofte die u waar maakt. Als we alleen maar datgene van u begeren, uw koninkrijk, dan achten we het al het andere niet meer belangrijk. En als we uw koninkrijk te dragen krijgen en uitdragen. En dan zegt u dat we bergen kunnen verzetten. Dan hebben we alles. Ja, als we elke dag in uw koninkrijk wandelen en zonder vrees onze voeten overal neerzetten. Wetende dat u het bent die een deur opent, een deur sluit. Dat we daar in ontspanning mee om kunnen gaan. Want het is wat Ellen zegt, hé, wij kunnen onszelf niet heiligen. Dat moeten we ook niet willen. Dan worden we gedrochten. Ja, elke dag ons hoofd neerleggen. En zeggen van Heer, u bent het in mij. Doet u het. U wil ik vertrouwen. U weet wat goed is voor mij. U weet wat ik nodig heb. U weet welke weg ik moet nemen. Het is een weg. Maar het is wel een verlangen in ons hart om die weg te gaan. Om al het natuurlijke en al het vlees neer te leggen. En onze hoofd omhoog te heffen en alles van u te verwachten. Op welk gebied dan ook, Heer. Heer, u bent het die ons uittrekt van alles waar we niet uit kunnen. Omdat het naar de mens onmogelijk is. U bent het, Heer, die ons beschermt. Heer, en we zijn in een tijd aanbeland waarin we niks meer zelf kunnen doen. We kunnen niks meer zelf doen. U bent het, Heer. U bent het die ons draagt. U bent het die ons vasthoudt. U bent het, Heer, die ons omringt van achter en van voren. Ja. U bent het die ons beschermt met uw vleugels. U bent het die ons pad effent, Heer. En onze weg baant. U bent het die dat pad door een jungle heen openmaakt. Als we ons hoofd maar omhoog heffen, Heer. En naar u blijven kijken. En het van u verwachten. Heer, en meer hebben we niet nodig. Vader, we willen ons overgeven aan u, Heer. Elke dag opnieuw. Hoe we ons ook voelen. Wat we ook voelen. Wat we ook denken. Wat deze wereld ook op ons legt. Over hoe we zouden moeten zijn. En hoe we moeten denken. En hoe we moeten voelen. En noem maar op, Heer. Maar we willen ons overgeven aan u. Want u bent onze redding. En u bent onze bevrijding. Ja. U bent ons heil, Heer. En daar wil ik u voor danken. Ja.